Goedenavond, welkom bij Pakhuis de Zwijger. Dit is een bijzonder moment, want dit is de eerste aflevering van Groen Verbonden. Een programma wat wij samen maken met de provincie Noord-Holland over het belang van de natuur rond onze steden. Maar eigenlijk gewoon niet alleen rond onze steden, misschien de belang van de stad in de natuur misschien, die connectie. We gaan in meerdere programma's in deze serie op zoek naar hoe beide elkaar kunnen versterken, hoe ervoor kunnen zorgen dat de natuur weer front en center gewoon middenin staat in hoe wij naar de wereld kijken. Want het gaat eigenlijk helemaal niet zo goed met de natuur. Nou, we hebben in ieder geval het eerste uur, gaan we nu praten, deze eerste aflevering, over het Natuurnetwerk Nederland. Waarom is dat opgericht? Wat is dat eigenlijk? En hoe kan dat helpen om het beter te laten gaan met de natuur? En wat hebben mensen die in steden wonen daar dan ook aan en hoe kunnen zij daar ook in bijdragen? Dat en heel veel meer vanavond in Groen Verbonden, de terugkeer van onze natuur. Mijn naam is Servas en vanavond spreek ik met vier fantastische sprekers hier aan tafel. Namelijk met een van de mede-initiatiefnemers van vanavond, Nico Jonker, ecoloog bij de provincie Noord-Holland. Dankjewel dat je er bent. Ruben Rammingen, ecoloog en agronoom. Agronoom, ja. Agro is een broeiclub. Ja, dat is een heel belangrijk onderscheid. Ik sprak hem inderdaad verkeerd uit. Maar dan moet je me toch uitleggen wat agronoom is. Dan blijf ik het verkeerd zeggen. Landbouwkundige. Ja. Ja. Verbonden aan Wageningen University in Research. Ook hier aan tafel is Samuelle van Deutekom. En jij bent boswachter in de Schoolse Duinen. En verder nog, het vierde spreker is Harry Boeschoten. En jij bent programmadirecteur de Groene Metropool bij Staatsbosbeheer. Ja. Jullie zijn vier best wel mensen. Ik zie heel veel foto's van jou dat je het veld in gaat. Jij bent natuurlijk bijna altijd het veld in. Staatsbosbeheer, geldt dat voor jullie ook? Ga je vaak op pad de natuur in? Of ben je voor wat kantoor? Ik ga heel veel op pad, ja. Maar heel veel van mijn paden eindigen inderdaad in gebouwen. Dat is wel zo. Maar dat zijn niet zozeer Staatsbosbeheer gebouwen als wel gebouwen van gemeente of van projectontwikkelaars of van mensen die in de gezondheidszorg werken of wat ook, dus heel breed. Ja. Ja, super. Welkom, fijn dat je bent. En hoe vaak kom jij nog in de natuur? Ik woon er. Je woont er? Je woont midden in de natuur? Nee, ik woon in een natuurreservaat en dat is het gebied wat mijn voorouders zo'n 400 jaar geleden zijn gaan exploreren. En dat is nu allemaal bezit van het Drentse landschap, zo'n ongeveer 1000 hectare en daar woon ik middenin. Prachtig. En jaloers. Ja, ik woon niet in de natuur, ik woon in Amsterdam. En daar is misschien ook natuur, maar dat is toch een wat andere omgeving. Bij jou komt de gedachte vandaan van Natuurnetwerk Nederland, of een van de mensen die dat gestart heeft. Kan je uitleggen, wat is Natuurnetwerk Nederland? Laten we beginnen bij de ecologische hoofdstructuur, want daar zijn we natuurlijk mee begonnen. Zo heette dat ooit, ja. Dat heette zo, en dat is ontstaan. Toen wij in de natuurbescherming, dat was bij de landschappen en ook bij natuurmonumenten, vaststelden dat we in feite alleen maar bloempotten hadden die we conserveerden. En dat het van belang was de natuur wat breder te zien. En vooral ook ervoor te zorgen dat de overlevingskansen voor organismen werden vergroot. En in de ecologie hadden we geleerd dat het van belang is dat je dan verschillende terreinen met elkaar verbindt. En dat heeft tot gevolg dat er dan meer successen zijn voor overleving van soorten. Gewoon omdat eigenlijk als je meerdere terreinen aan elkaar verbindt, heb je gewoon een groter terrein. Maar het is van belang om dan te weten, bij vogels die vliegen van het ene natuurterrein naar het andere. Dus dat hoeft er niet voor, planten ook niet, want die blijven staan. Maar wel voor allerlei andere organismen. En wij hebben toen de argumentatie opgezet, vooral van loopkevers. Loopkevers, de kevers die zijn het meest talrijke soorten, van ook in Nederland, maar ook mondiaal. Dat zijn het merendeel van de soortenrijkdom, dat zijn insecten. En daarvan zijn we dan weer de kevers het belangrijkste. En die loopkevers, die overleven alleen op het moment dat ze voldoende voedsel hebben. Nou hebben ze een gedrag, dat hadden we al vastgesteld in de ecologie, dat op het moment dat zij goed gegeten hebben, dan zijn het net dronken mannen of vrouwen. Die zwalken wat rond heen en weer en ze schieten geen meter op. En ze grepen de lantaarnpaal vast enzovoort. Nou, dat doen die roofkevers ook. Dus die gaan dan zwalken dan heen en weer en die schieten niet erg op. Hebben ze daarentegen honger, dan lopen ze lange stukken rechtuit. Ja. En dus kun je op het moment dat je corridors hebt van het ene natuurgebied naar het andere natuurgebied, dan kunnen ze door zo'n corridor naar een ander natuurgebied. En dus kun je aan de kwaliteit van het voedsel, maar ook of ze veel of weinig kansen hebben om te overleven, vaststellen of ze behoefte hebben aan zo'n corridor. En
dat was de basis van de ecologische hoofdstructuur. We zijn toen natuurgebieden met elkaar verbinden om daardoor de overlevingskansen van organismen te vergroten. Dus gewoon puur te letten op hoe bewegen die dieren zich? Afhankelijk van hun maagvulling, ja. Ja, dat afhankelijk van hun maagvulling. Maar als ze gegeten hebben, dan blijven ze op hun plek eigenlijk? Als ze voldoende te eten hebben, precies. Dan zijn het, zoals ik net zei, zijn het net dronkenlui. Ja, maar als ze dus inderdaad op zoek gaan, dan gaan ze dus rechte lijn lopen. En dan kan je dus inderdaad in de omgeving kan je gewoon aanpassen dat dat ook gewoon goed gaat. Ja, dus dan moet je dat verbinden. Ja, daarom heb je dus die verbindingszones en dus nodig die ecologische hoofdstructuur. En later is er gezegd, van dan maken we een natuurnetwerk van. Het mooiste is natuurlijk dat je hele grote natuurgebieden hebt. Maar de next best is dus natuurnetwerk, zodanig dat je dan die overlevingskansen kunt vergroten. Maar ecologische hoofdstructuur, dat klinkt als hoofdroute fiets. Een ecologische hoofdstructuur is de ruggengraat van de natuur. Ja, dus het is eigenlijk best wel een parallel dus. Ja. Ja, mooi. En 1990 is dat gestart? Al eerder. We zijn er al in de 70 en 80 jaren hebben we erover nagedacht. En in de 80 jaar hebben we het geïntroduceerd. En, maar dan klopt dus, we hebben op de website geschreven dat het 31 jaar bestaat dit jaar, maar dat bestaat... Maar dat natuurnetwerk, wat daarna ontstaan is en wat dus aanvankelijk ecologisch hoofdstructuur is, maar dat natuurnetwerk heeft een wat bredere instelling en dat is daarna tot stand gekomen. En wat is dan het verschil tussen de twee? Het ene, bij het ecologisch hoofdstructuur, dat is ongeveer het minimale ruggengraat. Het natuurnetwerk is wat ruimer en dan heb je ook grotere natuurgebieden. Die je dan ook in staat stellen om veel meer soorten de kansen geven te overleven. Ah, dus om de parallel met infrastructuur, dat is ongetwijfeld een hele slechte parallel, maar om toch even voor te houden. Dus in plaats van alleen de snelwegen heb je ook de B-wegen en de fietspaden. Alle regionale wegen en alles. En zodanig dat je ook over een paadje kunt lopen. En dat is van grote betekenis voor het in stand houden van soorten. En daarom zijn we er ook in geslaagd sinds de 80e jaren het natuurgebied in Nederland gigantisch uit te breiden. Dat is ongeveer een 500.000 hectare is erbij gekomen. Niet alleen voor natuur, ook voor wegen en voor infrastructuur. Maar toch een enorme uitbreiding van het natuurgebied. Maar desondanks heb je nog steeds heel veel rode soorten die met uitsterven worden belaagd. Want hoe zag toen, 30 jaar geleden, toen die switch kwam naar het Natuurnetwerk Nederland in relatie met de natuur? Hoe was dat in Nederland? Nou ja... De prioriteit voor natuurbescherming die is in feite al begin vorige eeuw ontstaan met Thijssen. Maar dat waren in feite allemaal kleine gebiedjes, het naar de meer op zich staand. Daarna hebben we steeds meer van die natuurgebieden gekregen, waarbij ook de landschappen ook nog de cultuur- en natuurhistorische waarden behartigden. En natuurmonumenten vooral erop uit was om natuur goed te beschermen en ook te ontwikkelen. Ja. En in de 70 en 80 jaren zeiden we, ja, we moeten eigenlijk niet alleen in stand houden, maar moeten uitbreiden. We moeten herstellen. En ik kan me herinneren dat ik dan tegen mijn collega's in Wageningen zei van, wij gaan natuur ontwikkelen. En dan zei ja, dat is belachelijk. Dat kan helemaal niet. Het is onmogelijk. Natuur is er of het is er niet. Maar je kan niet. Dat is het ontheiligen van de natuur op het moment dat je zegt dat je het kunt ontwikkelen. En toen hebben we gezegd, nee, het kan wel. En dat is ook gelukt. En dus op heel veel plekken is dus weer herstel van natuur heeft plaatsgevonden. Nog niet toereikend, maar er is nog heel veel meer mogelijk. En op het moment dat je op Nederlandse schaal kijkt, is er wel wat gedaan. En behoorlijk wat, dat kan nog veel meer. Op Europese schaal kan het ook conform de afspraken bij de Europese Unie veel meer. En mondiaal zijn er veel meer mogelijkheden. Dus op het moment dat je wilt, kun je natuur herstellen. Maar dat vergt dan wel dat je landbouw op de goede plek doet en op een productieve wijze gebruikmakend van de agrobiodiversiteit. En... opletten op hoe bewegen dieren zich... Je moet van de ecologische principes moet je kennen. Ja. Maar dus is het dan eerlijk om te zeggen dat we dus van eigenlijk best wel een hyperlokaal systeem... met dus inderdaad één natuurgebied hier, natuurgebied daar... naar een soort van landelijk systeem zijn gegaan. Ja. En naar Europees systeem en dan... Ja, en die 31 jaar, die klopt in zekere zin wel, hoor. Want in 1990, 31 jaar geleden dus, verscheen het natuurbeleidsplan... waarin die ecologische hoofdstructuur beleidsmatig werd vastgelegd... en er ook geld bij zat om die natuur te ontwikkelen... en om gebieden te kopen en die verbindingen te gaan maken en noem maar op. En dat was een breekpunt. Daarvoor zat de natuur in de defensief. Het beschermen van die bloempotten, zoals Rudy zegt. En dat was opeens een slag naar het offensief. Namelijk naar meer en versteviging. Dat was natuurlijk fantastisch. Wij hadden toen de wind mee, omdat natuurmonumenten... toen ik daar lid werd van het bestuur in 1987... was het ledental gedaald van over 270.000 naar 240.000. Ja. En toen zei Pieter Wezeem en ik tegen elkaar... ja, dat is toch te gek voor woorden. Dat moet veel beter kunnen. Toen zijn we met die postcode
systemen zijn we gaan kijken waar we geen leden hadden. En dan in gebieden waar we geen leden hadden, daar hadden we dan acties. Daar werden toen natuurgebieden aangeschaft, zoals de Brunsumer Hei. Wat niet zo heel erg rijk was aan natuur. Maar goed, dat werd dus wel. En daar kreeg je dus heel veel leden erbij. En op die manier is het draagvlak. En, ja, dus toen op een goed moment hadden we 999.000 leden. Dus dan heb je draagvlak in de samenleving. En dat is van grote betekenis. Ja, mooi. Dank je. Dat is fijn, bedankt voor deze uitleg. Nico, waarom is het zo belangrijk dat we nu, juist nu, over Natuurnetwerk Nederland praten? Waarom heeft dat zoveel aandacht nodig? Nou, omdat officieel loopt het programma af. Hè? Ja. Dus we hebben 30 jaar... Dus officieel is het klaar? Nou, we zijn met de laatste loodjes bezig. Voor Noord-Holland is zo'n 95% van die taakstelling, die ligt er al. Ja. En we zijn nu bezig met de laatste loodjes en restanten, maar de bulk ligt er al. En wat we zien is dat het met de natuur in de reservaten, nou, daar gaat het behoorlijk goed. Daar is ook heel veel in geïnvesteerd, hè? Ja. In het verbeteren van de kwaliteit in de gebieden. Naar de meer werd al genoemd, dus veel in de waterkwaliteit wordt daar verbeterd. Sommige gebieden zijn ook vergroot. Hè? Dus hetzelfde naar de meer, daar is een hele bufferzone omheen aangelegd. En er is heel hard gewerkt ook om al die natuurgebieden te gaan verbinden. En nou, dat is nog wel het moeilijkste onderdeel vaak van het natuurnetwerk. Ook omdat je daarbij te maken hebt met een heleboel partijen waarvan natuurbeheer niet de kerntaak is. Hè. Dus wegbeheerders, Rijkswaterstaat, ProRail of gemeente waterschappen. Ja. En die hebben soms periodes dat ze zich ontzettend groen maken en breed zijn. En dan, daarna moeten ze zich weer terugtrekken op hun kerntaken en dan zakt het allemaal weer in. En nou, dat golft dan een beetje zo. Dus je bent afhankelijk van allerlei partijen om dat in stand te houden. Maar dat... Ja, dat is die verbindingszones, die zijn heel belangrijk. Nou, dat heeft Rudy al net uitgelegd. En bij een aantal gebieden heeft dat wel heel goed gewerkt. Als je nagaat dat toen we begonnen met het natuurnetwerk, dat Noord-Holland één dassenterritorium kende aan de rand van het Gooi. Ja. Nou, vervolgens zijn we in het Gooi. Zijn alle partijen aan de gang gegaan met het aanleggen van dassentunnels, rasters. De vervolging is gestopt. Dat was ook heel belangrijk, want daar begint het eigenlijk mee. De wat is gestopt? Vervolging, bestrijden. Hè? Dat, dat is bestrijding. Ja, tot hoe lang werd... Dat heeft even processing. Ja, maar tot hoe lang hebben we dassen bestreden? Nou, dat is... Ja, zou dat de jaren 80 zijn dat dat gestopt is zo'n week? Ja, er zijn een aantal van die dingen zijn toen pas gestopt. Maar dat was ook wettelijke plicht. En maar dat kan je bijna niet meer voorstellen. Maar dat laatste paar, dat zat ook op een plek die allerlei aanslagen al overleefd had. Met dichtgooien van pijpen, benzine erin gooien. Nou zijn... en dan aansteken. Maar dassen zijn gelukkig heel conservatief. Als ze eenmaal ergens zitten, dan blijven ze ook heel lang zitten. Nou, die bescherming is toegekomen. Toen zijn we al die maatregelen ook gaan nemen. En inmiddels zien we dat het Gooi helemaal vol zit met dassen. Ik geloof dat er iets van vele tientallen burchten zijn. Het is moeilijk om te tellen. En je ziet ze gewoon al uitbreiden. Ook zo'n dier ontwikkelt zich tot bijna een soort moeras, soort omdat de droge gebieden en de randen vol zitten. Nou, en dat is eigenlijk wel een prestatie, omdat het in die afgelopen 30 jaar niet rustiger is geworden in het Gooi en de Utrechtse Heuvelrug. Het is alleen maar drukker geworden, maar door een zorgvuldige planning en op de juiste maatregelen nemen. En doordat iedereen daar ook voor ging, ook acceptatie van mensen met hele grote tuinen, waarin het voorjaar de das dan op zoek ging naar wormen, want dan had hij honger. Nou, dat accepteerden mensen dan toch wel, ook wel. Ook al wordt dan je mooie perkje omvergegaan. We hebben altijd veel onderzoek ook gedaan, dus we konden ook heel goed de resultaten laten zien. Dat is ook heel, heel belangrijk. Nou, dat vind ik echt een topprestatie, dat met z'n allen gelukt is. En, nou, ik durf het bijna wel een beetje beschaving te noemen, dat je ook in zo'n druk gebied... Toen was het grootste roofdier van Nederland. Dat is, hij is nu de ena grootste geworden. Ja, dat vind ik wel iets waar we wat wel een succes is. Ja. Wat is nu het grootste roofdier? Dus de wolf. De wolf? Ja. Ja. Ja, dat wordt dan de volgende uitdaging of mensen denken ook gaan bestrijden of vervolgen. Toch, nou, daar zitten wij in Noord-Holland in de achterhoede van. We kijken nieuwsgierig naar andere provincies. Maar dit is best wel een
positief verhaal. Ja. Echt best een succesverhaal van jullie beiden. Ja. Maar toch, we hebben een paar grafieken en die zijn helemaal niet zo lekker. Dit gaat eigenlijk, als je de grafieken kijkt, de volgende misschien. Ja. Ja. Dat, ik weet nu niet. Die gaat dus goed. Die gaat goed, de lage. Dat bedoel ik. Maar dus op sommige plekken gaat het goed, op andere plekken gaat het... Ja, nou, veel van die zoogdieren, die redden het wel in en rond die reservaten. Maar dit is bijvoorbeeld eentje, je ziet dus dat die amfibieën van, wat is het, 1990, gaan best wel gestaagd omhoog. Gaat het beter met de biodiversiteit? Ja. En daarna daalt het best wel sterk. Ik denk dat je bij amfibieën kan zeggen, die hebben een deel van hun leven op het land, maar ze zitten wel heel veel in het water. Ja. En tegelijk met dat het natuurnetwerk van start ging, is er ook heel veel werk gemaakt van het verbeteren van de milieucondities. Toen in die tijd is ook heel hard gewerkt aan de waterkwaliteit, verbetering en... Dat is heel stevig aangepakt, ook met heel veel handhaving, strenge normen. Ja. Toen is de waterkwaliteit echt ook met sprongen vooruit gegaan. En de laatste 10 jaar zien we eigenlijk dat de waterkwaliteit niet meer zo heel snel verbetert tot weer verslechtert. En een deel daarvan is dat we ook de teugels een beetje hebben laten vieren. We zijn veel meer gaan polderen, we komen er samen wel uit. En dus die harde normen, die hebben voor Nederlandse maatstaven hele harde controles ook op het naleveren van. Lozingsvergunningen hebben tot een enorme verbetering geleid, maar het verslapt. Het is wat speculatief, maar daar zou je die daling weer van kunnen zien. Hè. Dat zou je kunnen zien met water. Ja. Maar er speelt nog meer hoor, bij die amfibieën ook. Dat is nog tamelijk onbegrepen. Dat de gewone pad, die zit hierin, die is de afgelopen decennium, is niet met 30% achteruit gegaan. Dat kan echt van alles zijn tot toename van het verkeer. Er woeden soms ook rare schimmelziektes. Het kan klimaat ook zijn dat poelen droogvallen. Dus, het beeld is natuurlijk heel wisselend, hè, in feite. Ja. Want als je kijkt naar met sommige soorten natuur gaat het heel goed. Ja. Ik bedoel, de komst van de wolf is natuurlijk op zich een goed teken. De zeearend, de otter, de das, dat zijn prachtige voorbeelden. Tegelijkertijd weten we natuurlijk ook dat een flink deel van onze Natura 2000 gebieden enorm te lijden hebben van de stikstoflast. Hè. Ja. Het is niet voor niets dat dit kabinet in 10 jaar tijd 3 miljard beschikbaar stelt om maatregelen te nemen om die stikstoflast op de een of andere manier omlaag te brengen. Het is een gemengd boeket in feite. En met sommige soorten gaat het goed, met sommige soorten gaat het slecht. Als je kijkt naar de veldleeuwerik bijvoorbeeld, daar zijn we in de afgelopen 30 jaar 96% van kwijtgeraakt. Dus dat is echt niet meer te geloven. Toen ik jong was, toen fietste je overal, waren overal veldleeuwerikken, door het hele land. Nou ja, nu op vliegbasis Soesterberg, de voormalige vliegbasis, zitten er heel veel. Er zijn een paar plekken waar er veel zitten. Maar hoe komt dat dan dat zo afgelopen is? Nou ja, dat is omdat dat was een soort die heel goed gedijde bij een bepaalde vorm van landbouwkundig gebruik van de grond. En dat landbouwkundig gebruik is veranderd door de loop van de tijd. En daar paste die veldleeuwerik niet meer zo goed bij. Maar een soort die daar heel goed bij past, is de gans bijvoorbeeld. Ja. Want je ziet dat met de ganzen is booming. Die passen dus heel goed bij het huidige landbouwkundige gebruik. Terwijl de grutto en de veldleeuwerik en de tureluur, die passen daar weer niet meer bij. Dus het hoeft helemaal niet, dat is gewoon dan wat gebeurt. Nee, het komt door maatregelen die averechts werken. En dat kun je weer herstellen. Dus de natuur is betrekkelijk robuust. En we hebben bijvoorbeeld de zeehonden, dat is weer hersteld tot op zekere hoogte. Ooievaars, die waren bijna uitgestorven. En nu is het in mijn omgeving bijna een plaag, zoveel ooievaars er zijn. En dat lukt op het moment dat je daar beleid op inzet. En daarom hebben we nu ook het aanvalsplan voor de grutto ontwikkeld. En het aanvalsplan voor de grutto komt erop neer dat de grutto, dat is een broedvogel hier. We hadden hier ongeveer een 200.000 broedparen. Ja. En dat was 80% van de wereldpopulatie. En dat is gedaald naar 30.000. Dus hebben we gezegd, nou dan moeten we alles aan doen om die grutto weer in ere te herstellen. Dus we hebben nu een aanvalsplan voor de grutto ontwikkeld. Dat wil zeggen, een aantal provincies onder leiding van Pieter Wessemus en mijzelf hebben wij dus gekeken hoe we dat gaan ontwikkelen. En dat gaat in 3 golven nu gebeuren. Dus ik ben ervan overtuigd dat wij over 1 jaar of 10 wel weer behoorlijk wat grutto's hebben. Maar dat vergt dus wel inzet om dat voor elkaar te krijgen. En dat betekent dat je dus bijvoorbeeld bij die grutto's, die hebben behoefte aan plasdrap. Ja. Dus een beetje moerassige gebieden. Je hebt ook kruidige graslanden nodig.
En dat, die voorwaarden die kennen we. Dus die moet je dan creëren om daarmee de overlevingskansen te vergroten. Ja. Hier een mooie foto van jou. Ja, je vroeg ook naar geleerde lessen. Dus ik kwam met een voorbeeld van de das. Nou, er zijn er al een paar genoemd. Er zijn ook een aantal soorten genoemd waar het slechter mee gaat. Ik denk dat je een soort onderscheid kan maken binnen het natuurnetwerk. Dat is ongeveer nu 17% van de oppervlakte van Noord-Holland. Nou, daar zijn best veel. Daar zijn wel... Het moet in Nederland, in Europa, een dikke 30% zijn. Ja, dat is... Oh, dan is het niet veel. Nee, wij zijn vrij druk bevolkt. Maar met een aantal dieren gaat het dus goed, hè. Dus die ook heen en weer migreren. Maar ook met een aantal landschapstypen waar we heel veel in geïnvesteerd hebben. Waar we dus niet alleen naar de soorten kijken, maar echt op het herstel van natuurlijke processen. Nou, dat klinkt wat abstract, maar de plaatje hier van de duinen is een heel duidelijk voorbeeld. Waarin we in een aantal duingebieden hebben we... verstuiving toegelaten. Ja. En daar lagen vaak nog landbouwenclaves in die ook heel diep ontwaterden. Nou, heel veel van die landbouwenclaves zijn er uitgehaald. We zijn heel erg bezig geweest met het wat we hydrologisch herstel noemen. Dus dat er meer natuurlijk waterpeil is. Dus doordat je verstuiving is, dus dat gewoon zand mag strooien? Ja en dat helpt ook goed. Ja, dat werkt gewoon. En hydrologisch betekent dat er ook het grondwaterpeil gewoon dat je een natuurlijk waterpeil hebt. Ja. En dat, daar zijn die bijzondere waarden, dus die we daar nastreven, die zijn daardoor hersteld. En daarin hebben we echt hele grote successen geboekt. Ook met zeldzame orchideeën, parnassia's. Dat zijn echt de planten waar het in dat geval om gaat. Dus daar hebben we ook, daar is het ook heel goed gegaan. Maar ja, daarbuiten in het boerenland is de overige, zeg maar, 83% waar natuur niet op de eerste plaats stond. Daar is toch een... in ieder geval in het stedelijk gebied en andere gebieden. Ja, daar is het niet beter gegaan met de natuur. Dus binnen het natuurnetwerk, ja, daar zijn echt wel successen geboekt. Maar ja, in de overige gebieden is het toch, daar is toch in een aantal gevallen wel sprake van een soort kaalslag geweest. En dat is iets waar, als er dan gevraagd wordt van, hoe vind je dat? Dan is dat wel zorgelijk. Dus we beperken ons nu natuurlijk tot de natuurterreinen. Hè? Ja. Je moet dus een onderscheid maken tussen natuurgebieden en landbouwgebieden. En dan heb je een heel groot tussengebied. Ja. Dus een tussengebied wat meerdere functies heeft en waar ook het beheer van die natuurlijke hulpbronnen centraal staat. Ja. Dat wordt op dit moment, tot voor kort, was daar een overinzet van hulpmiddelen. Gepaard gaat met nogal wat negatieve milieueffecten. Ja. Op het moment dat je de goede landbouw op de goede plek doet, gebruikmakend van de beste ecologische methode, en daarbij ook inzet hebt van de natuurlijke hulpmechanismen die er zijn, dan heb je dus daar geavanceerde, hoogproductieve landbouw, waardoor je dus een heel groot deel van Nederland kunt vrijwaren van overinzet van hulpmiddelen. En dus, in plaats van kunstmest, in plaats van bestrijdingsmiddelen, in plaats van met grote tractoren misschien erin gaan? Ja, maar in de goede gebieden moet je dus wel gebruik maken van plantenvoeding. Ja. Dus je kunt niet de grond moet je niet uitboeren, want dat levert niks op. Maar je hebt een heel tussen de hele groene gebieden, dus Natuurnetwerk Nederland, wat bij natuur centraal staat, wat de hoofddoelstelling is. Landbouwgebieden waar je zegt ook een hoofddoelstelling, maar zo weinig mogelijk effecten voor het milieu. Dan moet je de goede gronden gebruiken. Heb je een tussengebied wat in de orde grootte van zit tussen 700.000 en 1 miljoen hectare. Waar je zegt, daar heb je meerdere functies. En die meerdere functies, die betekenen ook dat je daar dus niet een intensieve of hoogproductieve landbouw kunt realiseren. Want in die gebieden moet je relatief veel hulpmiddelen inzetten, gepaardgaande met nogal wat negatieve milieueffecten. Duidelijk. Ja? Nou ja, en daarop voortbordurend. Ja. Het is dus de vraag, als je kijkt naar het beleidsplan van 31 jaar geleden, met die ecologische hoofdstructuur. Dat was een eclatant succes. Kun je niet anders zeggen. Hè? Dat heeft enorm veel gebracht voor de natuur in Nederland. Tegelijkertijd kun je ook zeggen, we hadden toen nog maar weinig inzicht of begrip voor het stikstofvraagstuk. We wisten nog maar weinig van klimaatverandering. Dus daar zaten een paar ontwikkelingen. Eigenlijk zou je op dit moment moeten zeggen, hoe borduren we voort op dat succes? En eigenlijk zou je dus moeten komen tot een vernieuwd natuurbeleid.
waarbij die bestaande ecologische hoofdstructuur als principe nog steeds aan de grondslag ligt. Maar wat jij zegt, juist die gebieden, de landbouwgebieden die 30 jaar geleden nog heel veel grutters hadden en nu niet meer. Wat is nou de nieuwe ecologie van het landelijk gebied, zeg maar? Ja, en daar moet je op inzetten. En dat is wel een vraag die we eigenlijk nog niet goed beantwoord hebben met elkaar. Nee, dat is moeilijk om te beantwoorden. Het waarschuwen voor de stikstof. Dat moet je gewoon willen. Het waarschuwen voor de stikstof hebben we trouwens wel gedaan. In het begin 70 jaar schreef ik al artikelen over het feit dat we overinzet hadden van stikstof. En dat dat gepaard zou gaan met nogal wat milieuverontreiniging. En ik weet dat het ontkent. Dat we het helemaal ontkent. En toen in 1984 is er een interimwet gekomen. En Gerrit Brak zei toen tegen me, hij zei, Rudy, had je ons niet wat eerder kunnen waarschuwen? En toen zei ik tegen hem, ja Gerrit, het early warning werkt alleen als er early listening is. En dat early listening ontbrak. Ik wil ook even naar Samuelle, want jij bent boswachter. Ja, klopt. Lijkt me een hele leuke baan. Was dat ook jouw kinderdroom eigenlijk? Ik weet niet of het specifiek mijn kinderdroom was, maar ik wou wel iets met natuur en dieren en buiten. Dus ja. dat is wel redelijk geluk, moet ik zeggen. En, want dus... Wat is het werk van een boswachter? Wat doet een boswachter? Ik ben stedeling, dus geen idee. Ja, eigenlijk wat de taak van de boswachters in het algemeen is zorg dragen voor je natuur. Ja. Dat is een beetje het grote beeld. En dan hebben we verschillende soorten boswachters dan bij Staatsbosbeheer. Ja. En we hebben de beheerders, die zijn echt van het werk buiten en zorgen dat het buiten alles goed gaat. En ik ben een publieksboswachter. En ik ben eigenlijk een beetje de schakel tussen Staatsbosbeheer en de buitenwereld. Ja. Dat betekent dat ik aan de omgeving uitleg wat we in gebieden doen en waarom we dat doen. En als mensen dingen in ons gebied willen doen of vragen hebben, dan komen ze ook bij mij terecht. Dus ik ben een beetje de schakel. Je bent de boswachter van de Schoolse Duinen. Wat voor soort gebied is dat? Ja, het zit duinen, dat zit in het woord, maar... Ja, ja dat is een hele mooie foto waarin je denk ik een redelijke beeld krijgt bij de Schoolse Duinen. Het is 1800 hectare, dus een heel groot gebied, best wel een ruig gebied. Met een van de hoogste duinen van het land. De hoogste duin. Ja, dat is heel, heel belangrijk. We hebben ook een hele mooie klimduin waar je naar boven kan om het echt goed te ervaren, vooral in je kuiten. Hoe hoog is dat? 55,4 meter. Dus dat, die voel je wel. Er wordt ook heel veel op getraind door mensen, dus dat is voor sportwedstrijden en zo. En eigenlijk hebben we een aantal verschillende soorten natuur heel veel. We hebben bossen. Ja. We hebben heel veel dennenbossen. En we hebben ook wat we dan zo mooi noemen Atlantisch duinbos. Wat eigenlijk een mix is tussen dennen en vooral heel veel loofbossen. We hebben zand. Want ja, we zijn uiteindelijk duinen. Dus er is heel veel zand. En we hebben mooie heidegebieden. En eigenlijk is dat een soort van mix die we in dat gebied hebben. En jouw taak is dus voor die natuur zorgen. Maar dus ook uitleggen wat daar gebeurt en waarom het zo belangrijk is. Ja. Zijn de Schoolse Duinen belangrijk voor iemand in Alkmaar bijvoorbeeld? Nou, je kan er natuurlijk gewoon naar kijken van op Europees niveau is het een heel uniek gebied. Wij zijn een kalkarm gebied. Ja. En eigenlijk alles onder Schoorl is gelijk ook kalkrijk. Dus dat betekent dat er net weer ander soort plantjes groeien dan op kalkrijke grond. Er groeien heel veel pioniersoorten. Dat zijn de eerste soorten die in zo'n gebied opkomen. Bijvoorbeeld het zandblauwtje is zo'n plantje. En dat is heel bijzonder. Dat heb je bijna nergens anders dat die plantjes nog groeien. Dus dat maakt het al heel mooi. Nou ja, ik kan me wel voorstellen dat het voor de gemiddelde persoon, dat je denkt, leuk. Maar het is niet heel sexy, dat kan ik me voorstellen. Maar wat het heel, heel mooi is, het is een heel groot natuurgebied. Het is een best wel, zoals je kan zien, best wel een woest natuurgebied. En natuur is heel belangrijk om tot rust te komen, om te wandelen, om te sporten. Om in verbinding te staan met jezelf. Heel veel mensen beleven natuur op een andere manier. Maar dat is natuurlijk een hele andere beleving die je ergens anders niet gaat vinden. Nee, precies. Nee, het lijkt een overduidelijke vraag. Maar tegelijkertijd moet die wel gesteld zijn. Want heel veel mensen denken natuur, leuk, recreatie. Maar ik denk natuurlijk een stap verder. Dat afgelopen jaar heel veel mensen erachter zijn gekomen waarom die natuur eigenlijk zo belangrijk is. En, dus inderdaad het afgelopen jaar, je hebt dus echt positieve ontwikkelingen gezien? Nou, we hebben vooral gezien dat er heel veel mensen de natuur ontdekt hebben in Nederland. Er kon natuurlijk eigenlijk helemaal niks meer. Dus als je met mensen afsprak, ging je maar weer een rondje lopen. Want de rest was wel een beetje onmogelijk. En we hebben gezien dat heel veel mensen die normaal eigenlijk nooit in onze gebieden komen, nu wel kwamen. Dus dan zie je een paar meiden van in de 25 lopen, van je weet, normaal zou je waarschijnlijk op een terrasje een glaasje Chardonnay zitten drinken. En nu zijn jullie hier. En dat is eigenlijk super gaaf dat mensen ook kunnen zien dat ook dicht bij huis gewoon hele mooie natuur is.
Vind je dat het goed gaat met de Schoolse duinen? Dat is een hele moeilijke vraag. Nou, stel ik hem, maar... We hebben heel veel uitdagingen. Sommige dingen gaan heel goed. Bijvoorbeeld, wat heel erg mooi is, afgelopen jaar hebben we heel veel boomartjes gezien. Nou, dat is best wel bijzonder dat een soort zich zo vaak laat zien. Dat we ook meldingen kregen van mensen. Is er een huisdier ontsnapt? Nee, die hoort hier. Boomartjes. Ja, dat zijn dieren, zijn zoogdieren die in bomen leven. Een beetje zo groot als een kat. Ja. En die hebben hele mooie bruine kleur. En die zijn best wel schuw. En de meeste mensen zien die normaal nooit. En afgelopen jaar zijn die best wel veel gespot. Dus dat is supermooi. Dat je ziet dat het goed teken. Gaat. Ja. En hoe is die verbinding dan van de Schoolse duinen naar bijvoorbeeld andere gebieden in de omgeving? De Schoolse duinen zijn natuurlijk zelf al heel erg groot. Ja. En je hebt ook bijvoorbeeld weer een verbinding naar de Pettermerduinen die daarboven liggen. Daartussen ligt de Hondsbossen Zeewering, als ik het goed licht. Dus dat is weer met elkaar verbonden. Dus dat is een heel mooi voorbeeld hoe die natuur met elkaar in verbinding staat. En waar gaat het niet goed in de Schoolse duinen? Nou ja, wat een hele grote uitdaging is de druk die op het gebied is. Het is supermooi dat de mensen de natuur ontdekken. Maar al die mensen hebben ook weer allemaal wensen. Oh ja. En die geven ook veel overlast, zou je het kunnen noemen, met loslopende honden van de paden afgaan. Want heel veel mensen die nu in de natuur kwamen, zijn nog nooit in de natuur geweest. En die beseffen zich niet dat een natuurgebied iets anders is dan een stadspark. In een stadspark kan je je kleedje neerleggen en de hond even laten rennen. Maar in een natuurgebied kan dat niet, want dan beschadig je de natuur. En als je kijkt hoeveel mensen we hebben, voor de corona is onderzoek gedaan dat we al meer dan 2 miljoen bezoeken per jaar hadden. Gigantisch, ja. En dat was voor de corona. Dus bedenk eens hoeveel mensen er in de coronatijd bij ons waren. En een gedeelte van die mensen houdt zich dus niet aan die regeltjes die er wel zijn om de natuur te beschermen. En dat je ook denkt van hoe ga je ermee om van al die wensen die mensen hebben. Want mensen willen dingen organiseren, die willen fotoshoots doen of die willen... Verjaardagsfeestjes. Maar ook sommige mensen beleven natuurlijk heel erg door in te sporten. En die vinden het leuk om daar te hardlopen, wil je daarin faciliteren. Andere mensen zijn juist op zoek naar rust. Dus als die dan weer het hardlopers tegenkomen, vinden die dat ook weer niet fijn. En andere mensen willen juist wat meer de ruige natuur ervaren. Dit zijn de trailrunners, dat zijn kinderen die de avontuur willen beleven. Oké, maar waar geven die dan weer die ruimte? En waar blijft dan de ruimte voor de natuur zelf als je al die mensen een plek hebt gegeven? En dat is heel lastig. Ja. Hebben jullie aan tafel een oplossing voor waar blijft de ruimte voor de natuur zelf als we alle ruimte overnemen? Ja. Nou, ja. Ja, vertel. Nou ja, daar gaat mijn programma Groene Metropool over. Ja. Want het idee van... wij beschouwen natuur, niet alleen de klassieke natuurgebieden als de Schoorlse Duinen, zeg maar, of het Naardenmeer of wat ook, beschouwen we heel sterk als bestemmingsgebied. Het idee, je gaat er naartoe, meestal met de auto, er is een parkeerplaats. Bij die parkeerplaats beginnen ook de paaltjeswandelingen, daar zijn de voorzieningen, dat is de picknickbank of het klimduin of wat ook. Hè. Maar dat is heel erg gericht als iets waar je naartoe gaat, je doet je dingen en je gaat weer naar huis. Ja. Tegelijkertijd zie je dat ook voor corona mensen steeds vaker naar buiten gaan. Hè? Om te sporten, om te bewegen, noem maar op. Nou, dat is in de afgelopen anderhalf jaar enorm veel sterker geworden. Dus heel veel mensen hebben hun directe leefomgeving herontdekt. Hè? Dat zei je in feite net ook al. Hè? En dat is niet alleen in Schoorlse Duinen, maar ook gewoon in de eigen straat. Ja. Maar wat je ziet is dat, ga maar naar als je vanuit je eigen voordeur een eentje wil gaan wandelen of fietsen. Als je mooi woont en gelukkig woont, dan kan dat heel goed. Maar heel veel mensen wonen op plekken waarin ze na een kilometer op een weg, een kanaal, een weiland stuiten, maar in ieder geval niet verder kunnen. Ja. En daarom zeiden we op een gegeven moment van, het zou toch eigenlijk mooi zijn als je groen of natuur, maar ik noem het dan maar groen voor het gemak, groen binnen en buiten de stad als één systeem zou beschouwen. Eigenlijk de ecologische hoofdstructuur doortrekkend naar iedere voordeur. Ja, maar als je dat meteen de tweede helft, dat klinkt als een enorm fijne wens. Nou, maar bovendien, het is helemaal niet zo ingewikkeld. Je moet het, om te beginnen moet je het willen. He, dus je kijkt door de ogen van de mens, de wandelaar. En dan is de rollatorgebruiker of iemand met een kinderwagen heeft andere eisen, zou je kunnen zeggen, aan zo'n directe omgeving. Dan iemand die gaat hardlopen of met de speedpedelec gaat. Qua actieradius, maar ook qua inrichting van de ruimte. Maar groen speelt daar altijd een belangrijke rol in. Ja. Maar als je dat heel goed inricht, zo'n groen-blauw, want water speelt vaak een rol, zo'n netwerk, dan brengt het ook de natuur tot aan de voordeur. En dan is dus een natuurervaring niet voorbehouden om eerst 20 kilometer naar de Schoorlse Duinen te rijden om daar leuke dingen te zien, maar ook natuurervaringen dicht bij huis te hebben.
Dus wat nu de gemeente Amsterdam bijvoorbeeld doet, is dat ze groen heel veel voor de deur, mooie veldbloemen in de straat en ook op zo'n afstand dat insecten dat kunnen overbruggen. Precies, dan kom je bij de loofkevers van waar Rudy aan het begin over had. En dan heb je dus inderdaad een mooie soort van... Ja, het is dus en-en. Hè? Dus doordat je dus dat creëert, heb je dus ook weer de mogelijkheden om bescherming te hebben in die pure natuur in de Schoorlse Duinen. Want dan ga je dat enigszins ontlasten. Ja. En dat is denk ik van grote betekenis om dat voor elkaar te krijgen. Ik woon dus in een natuurgebied en moet iedere keer, mijn kleinkinderen die gaan iedere keer de papiertjes rapen die de mensen hebben achtergelaten. Maar dat moet je wel altijd doen, want anders dan komt er steeds meer van die troep. En de honden loslaten, ja, dat is desastreus voor een hele hoop van de jonge beesten die daar in zulke natuurgebieden voorkomen. Dat is met de natuur daar in de stad wat minder het geval. Ja. Maar het is dus wel van belang dat je dus in feite die natuurgebieden zoals de Schoorse Duinen, naar de meer, dat je die wat kunt ontlasten van te grote druk, doordat er ook dicht bij huis natuur is. Ja. En dat vraagt dus ook wel dat je... grotere gebieden bij de steden creëert. We hebben natuurlijk, het Amsterdamse Bos is natuurlijk een prachtig voorbeeld van een oud plan wat is. Ja. Maar bijvoorbeeld bij Zoetermeer heb je het Bentwoud liggen. Ja. Dat is ook een flink nieuw bos, relatief jong, enige tientallen jaren oud. Waanzinnig succesvol. Het Pummerbos bij Purmerend is zeer populair voor mensen in een heel wijde omgeving. Dus een van de dingen die je zou kunnen zeggen, het bos is sowieso goed, want het vangt CO2 op en het levert bouwmateriaal op en natuur en recreatiemogelijkheid. Waarom heeft niet iedere fatsoenlijke stad of dorp gewoon een stevig bos? Ja, ja, een mooie oproep. Maar dit klinkt alsof je dus ook een heel groot deel van jouw werk, dus ook gewoon gedragsbeïnvloeding is. Zeker. Ja. Gewoon mensen, eigenlijk gewoon, dus net zoals met de kevers, je moet weten dat ze inderdaad, als ze veel gegeten hebben, weet je zo gaan. En als ze dan niet gegeten hebben, gaan ze zo. Dat weet je dan van mensen ook. Wat doe je met de mensen die honden los laten lopen? Nou, we hebben in de Schoolse Duinen het beleid dat van 1 maart tot 1 september moeten de honden aan de lijn. Ja. En daarna mogen ze los, maar dan wel onder appel. Ja. En we hebben ook daarom dit jaar een hele campagne gedaan. We hebben, want we wouden extra aandacht vragen voor het feit dat de honden weer aan de lijn moesten. Dus we zijn op zoek gegaan naar een leuke hond van Schoorl. We hebben fotowedstrijden georganiseerd met ruim 500 inzendingen. Dus in ieder geval 500 mensen met een hond die wisten dat hij aan de lijn moest dan. Ja. Dus waar we vooral mee bezig zijn is op een positieve manier aandacht vragen voor dat soort dingen. Want heel veel mensen beseffen niet waarom regels er zijn. Vaak denken ze wel, ik snap wel dat dat niet mag. Maar als ik eventjes, dan maakt dat niet zo uit. Zo iemand die even van een pad afgaat. Ja, kijk, als dat 1 persoon is, tuurlijk, daarom mag de boswachter ook van het pad af. Maar het is niet 1 persoon. We hebben die 2 miljoen bezoeken per jaar. We gaan alle 2 miljoen inderdaad van pad af. En als 1 op de 1000 het pad afgaat daar, dan loop je gewoon dingen stuk die gewoon niet meer teruggroeien. Of die heel langzaam teruggroeien. En je laat je geursporen af. En dat is op alle plekken dat er steeds meer die belasting komt. Dus als je aan mensen kan uitleggen waarom we die regels hebben, en dat is niet om mensen te pesten of omdat we het bos voor onszelf willen houden, dan merk je dat heel veel mensen het ook willen naleven. Ja, het loslaten van honden en dat die dan jonge herten bijvoorbeeld bedreigen, heeft dat gevolg dat die herten dan worden afgestoten. Ja. En geen overlevingskansen meer hebben. Ja. Ja, als je mensen dat uitlegt, dan zeg je, dat wisten wij niet. Nee, precies. En ook dat heel veel mensen, die hebben dan een heel schattig klein hondje. Ja. Dan denk je, maar die doet toch niks. En als je dan uitlegt, maar dat beest heeft een bepaalde geur. Ja, een wild dier, die ruikt dat. En die ruikt echt niet of dat een Duitse herder is met een agressieprobleem, of dat het een chihuahua is die niet kan rennen. Ja, dat wilde dier denkt alleen maar, roofdier. En als dat de hele dag doorgaat, denk ik, ik ga wel ergens anders zitten. Ja. En ik heb niks tegen Duitse herders, hoor, trouwens. Maar. Nee, maar de herten wel. Ja. We hebben natuurlijk nu dat mooie beeld geschetst van inderdaad dat Natuurnetwerk Nederland, wat helemaal door het hele land doortrekt, wat zorgt dat die natuurgebieden met elkaar verbonden zijn. We hadden het net ook al over hoe kan je die natuur nou ook in die stad krijgen om die harde grenzen eigenlijk een beetje te slechten. Of niet een beetje, gewoon de harde grenzen te slechten. Kan je meer vertellen over die groene metropool? Hoe kan dat daar dan dat versterken? Hoe kan dat daarbij helpen? Nou, het is bijna Cruyffiaans. Je snapt het pas als je het doorhebt. Ja. En als je de parallel trekt met onze auto-infrastructuur. Ik had een keer gesprek met een ontwikkelaar en die had een mooi groen plannetje getekend. Een projectontwikkelaar met bouwen. En dat was een mooi groen plan. En hij vroeg wat ik ervan vond. Ik zeg, ik vind het nogal contextloos. Hij zegt, wat bedoel je daarmee? Ik zeg, ik denk dat er onder dit gebouw een parkeergarage staat. En zegt hij. Ik zeg, en die is aangesloten op de straat. Ja, zegt hij. Ik zeg, dat is bij het groen dus heel vaak niet het geval. Dat is niet aangesloten. Dat is dus... Iemand van Bouwend Nederlands grapte een aantal jaren geleden tegen me, groen is waar de huizen niet komen.
Ja. Dat is de restruimte die overblijft nadat de andere opgave klaar is. Ja, precies. En dan mag je dat nog leuk groen maken. Dat is eigenlijk mijn reactie dat ik 17% best wel veel vond. Ja, 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 ja. Precies, precies. Ik sprak van de week iemand en die had het over die heel erg bezig is met juist natuurinclusief bouwen. Ja. Ja. En die verzuchtte ook dat ze de hele tijd eigenlijk lik op stuk kreeg van, oh ja, je eekhoornhuisjes zijn niet op de specs, die werken niet. Nee. Want ze zijn niet binnen 2 weken daar gaan vestigen. Dat idee hebben. Nee, precies. Ja. Maar het begint dus met dat je zo'n groen netwerk bedenkt op basis van wat er ligt binnen en buiten de stad. En dat je iedere dynamiek die er is gebruikt om die stad en de omgeving te vergroenen en die verbindingen te maken. Kijk, het gaat vaak over voor mensen, nou ja, door de ogen van de mens heb je barrières. Hè, een plank over een sloot, bij wijze van spreken, die ontbreekt. Maar ook door de ogen van de vlinder of de bij of de loopkever van Rudy. Ja. Kun je kijken hoe zo'n systeem werkt of hoe het zou kunnen werken. Dus als je die gedachte hebt als basis van je ontwikkeling van je stadslandschappen, dan heb je dus ook een basis om het systeem aan te vullen en te vervolmaken. Ja, en dan is dus opeens Amsterdam of Alkmaar dus niet meer een barrière, maar is het gewoon iets waar je doorheen kan. Ja, precies. Je vertrekpunt is in feite de behoefte van het in stand houden van soorten. Ja, en daar ga en je van vanuit. Mensen. En van mensen. Waarom is dat, misschien een hele domme vraag, maar waarom is dat een vertrekpunt? Omdat op het moment dat je dat niet doet, dan is het dus in feite dat je nog de overresten, dat je daar nog een beetje vergroent. Ja. Maar dan zijn de overlevingskansen, die zijn daardoor niet beter geworden. Nee, want anders heb je het enige geval als je hebt een paar gasveldjes en dat is leuk. Maar ja, dat is niet, gewoon aankleding, maar het heeft dus geen functie. Oké, ga verder. Dus daar moet je alles aan doen om dat voor te bewerkstelligen dat je dus in feite die netwerken zodanig maakt dat dat ook zo goed mogelijk ontwikkelt. En het is ook van belang om een onderscheid te maken in de evolutionaire ecologie die dus van toepassing is in natuurgebieden. Mm-hmm. En je hebt dus de hulpbronnen ecologie waar je die overgangsgebieden hebt. En je hebt de productie ecologie in hoogproductieve gebieden. Ja. Daar heb je ook biodiversiteit, maar dat is van een totaal andere orde dan in de natuurgebieden. Dat is agrobiodiversiteit. Ogenschijnlijk een tarweakker. Dus, dan ga je kijken, wat is dat eenzijdig, dat is er ook niks te zien. Maar ga je wat nauwkeuriger kijken, op iedere vierkante centimeter zitten duizenden soorten bacteriën. Die horen bij dat agrosysteem. Ja. En die moet je ook weer benutten, want dan kan je ook voorkomen dat ziekte en plagen toeslaan. Hè? Dus dan heb je dus in feite dat de weerbaarheid wordt vergroot doordat je in het dunne laagje in het blad, dat noemen we de lithosfeer. En rond de wortel de rhizosfeer. Ja. Daar zitten dus allerlei organismen die elkaar bestrijden. En op het moment dat je daarop inspeelt, dan kun je dus met heel weinig hulp, kun je dus in feite zo'n ecosysteem laten functioneren op een hoog niveau. Ook bij de hoge intensieve landbouw? Ik zeg altijd hoogproductieve landbouw. Hoogproductieve landbouw. Ja, en de hoogproductieve landbouw op goede gronden levert qua milieubelasting verreweg het minst op. En dan die connectie naar de stad. Toch nog om daar iets verder op door te gaan. Je kan dus dezelfde processen toepassen in de stad. Ja. Ja, maar dan moet je dus de inrichting en het beheer van de stad ook daar op richten. Door de ogen van de mensen en door de ogen van de natuur. Als je kijkt naar Moet je vanuit vertrekken. Ja, dat precies. Dat is je uitgangspunt. Kijk, als je kijkt naar het gemiddelde stadsplantsoen, dan bestaat dat vaak uit gazons met wat bomen en wat struikjes erlangs. Nou, dat is een soort kijkgroen. Ja. Daar vaak staat een hortensia annabella van die grote witte bollen, waar dan helemaal niemand mooi, wat aan heeft, behalve dat mensen dat mooi vinden. Ja. Maar een bij heeft daar niks aan, want er zit geen nectar in. Dus er is geen enkele ecologische kwaliteit in zo'n gemiddeld stadsplantsoen. Maar als je het bedenkt als systeem, vanuit soorten, maar ook vanuit mensen die daarvan kunnen genieten of wat ook, dan kom je dus tot een hele andere inrichting, een heel ander beheer. En dan krijg je dus een systeem wat begint op de dam en doorloopt tot in de Schorelse duinen. Ja. Van vensterbank tot oesterbank. Ja, en je hebt dus allerlei overgangszones. In de Schorelse duinen is de rijkdom qua soorten heel hoog. In dat stadsplantsoen wat minder, maar je hebt dus overgangszones. En dat is dus van belang en dat hoort bij elkaar. Ja, en het is natuurlijk ook wel de bedoeling dat mensen de natuur dicht bij huis kunnen beleven, maar ook nog steeds in de Schorelse duinen komen. Precies, dus dat is het punt. Dat klinkt allemaal heel fijn in ieder geval. Maar Nico, je had een paar mooie kaarten meegenomen. Misschien dat we daar nog even kunnen kijken, want geeft dat een soort van doorkijk naar de toekomst? Van hoe hier naar... Dat is de uitwerking van het verleden. U heeft verteld over waar het natuurnetwerk vandaan kwam. Maar als we dit kijken, hoe kijken we dan naar de toekomst met deze lessen? Wat zouden we er dan
Waar moet nou, je dit was de bedoeling, zoals we dit in 1990 bedacht hebben. Dit is een update uit 2005. En hier is het grootste deel van de gebieden is gerealiseerd. Hè? Dus de gele gebieden en de groene gebieden en de duinen, dat is allemaal natuur. En daartussen zie je al die lijntjes, dat zijn die verbindingszones. Nou, daar valt nog wel een wereld te winnen. We weten inmiddels ook uit allerlei onderzoeken blijkt steeds weer dat die verbindingszones heel cruciaal zijn. Ja. Steeds. En daar moeten we nog een hoop aan doen. Maar dus, hier zie je ook dat Amsterdam en het Gooi eigenlijk ook wel een beetje, en de Haarlemmermeer en ja, ook in het noorden best wel barrières zijn. Dat klopt. De Amsterdamse ecologen zeiden ook altijd van het is gewoon een zwart gat. Wat, nou ja, in dit geval een wit gat wat jullie ervan maken. Maar als je met de ecologen van Amsterdam gaat praten, en dat geldt ook voor de Haarlemmermeer en nog een aantal steden, daar heb je gemeentelijke plannen en die sluiten wel heel goed aan. En dan kom je dat al is heel minder uit. Dramatisch dan het lijkt, zoals je het zou zien. Meneer, het spijt me, maar we kunnen u helaas nu niet verstaan, maar zo meteen komen we bij u. Zo meteen mag u op terugkomen. Nee, ja. Dat is het leuke aan met live publiek, overigens. Ik ben heel blij dat u er bent. We hebben niet de mogelijkheid inderdaad nu de zaal in te gaan, maar zo meteen komen we bij u terug. Dat is ook het fijne van mensen die in het pakhuis komen, die kunnen zo meteen meepraten. Maar ga verder, Nico. Nou, die 300.000 hectare landbouwgrond die toen zeg maar uit productie is gehaald, daarvan viel de 50.000 van in Noord-Holland. En die zijn toegevoegd aan die natuurgebieden. En dit zijn dus de gebieden waar natuur een hele belangrijke rol speelt. Hè. Dus dit is de kern van die ecologische hoofdstructuur. Ja. Die is er dus voor een heel groot deel, is die daadwerkelijk gerealiseerd. Wat we daaruit kunnen leren, wat ik al verteld heb over de duinen, dat we daar echt op systeemniveau, hè, daar hebben we gekeken naar het hele duingebied en de meer ruimte voor die proces als verstuiving en natuurlijk pijlbeheer. Nou, daar reageert de natuur echt heel erg goed is. Ja. Het ontzettend aardige is dat we daar ook van geleerd hebben dat het duingebied de afgelopen 3 jaar met die droge zomers, dat die daar heel goed doorgekomen zijn. He, als je dat vergelijkt met allerlei kleine hoogveengebieden en andere natuurgebieden die van die 3 droge zomers die we gehad hebben, is het in de duinen behoorlijk goed gegaan. Hoe komt dat dan? Omdat je daar herstel op, het is groot en je geeft meer ruimte aan die natuurlijke processen. En daardoor kan de verandering in het klimaat daar beter opgevangen worden. Je maakt een weerbaar systeem. Ja, de grootte is van belang. De grootte is van belang en de ruimte die we geven. Hè. Dus daarom is het ook van belang dat die landbouwenclaves in de duinen eruit gegaan zijn. Want als je daar... toen ik begon met dit werk, toen werden er nog bollen geteeld in de duinen. Nou, als die onder water komen, ja, dan kan dat dus niet. Hè? Nee. Dus door daar een heel groot natuurgebied te maken, krijg je meer ruimte voor natuurlijke processen. En dat blijkt dus, zowel de droogte, maar ook die neerslag. De neerslag neemt ook toe. Hè? Klimaatverandering is ook meer neerslag. Nou, van het voorjaar zijn er hele grote clusterbuien geweest. Hier ook van meer dan 100 millimeter. Er zijn een aantal bollengebieden, die zijn helemaal onder water gelopen. Dat heeft tot behoorlijk wat schade. Of het uiteindelijk heel veel schade geworden is, weet ik niet. Maar heel veel van dat water is gewoon opgevangen in de duinen. En je ziet wat we daarvan leren, is dat je door, als je op landschapsniveau, kan je heel goed klimaatveranderingen bufferen. En dat wordt natuurlijk de komende tijd voor het natuurnetwerk. We krijgen een aantal opgaves. Je ziet dat in dit plaatje hier. In Noord-Holland hebben we dus te maken met zeespiegelrijzing. We hebben te maken met bodemdaling. Ja. Dat betekent dat je ook meer zilt water krijgt. We hebben heel veel hoogproductieve landbouw. In ieder geval ook kapitaalsintensief. Ja. Heel veel pootaardappelen, heel veel bollen. Waarvan ook dure bollen. Dus daar wordt echt ook veel geld verdiend. Maar die zijn heel erg afhankelijk van heel zoet water. Dat gaat behoorlijk schaars worden. En we krijgen dus zowel droogte als ook meer piekbuien.
Dus het wordt aan alle kanten extremer. Ja. En wat je ziet is dat die maatregelen die de klimaatverandering vraagt, dat valt heel goed te combineren met, met natuurontwikkeling. Dat is echt iets wat we daaruit wel... Dat is een les die we heel duidelijk daaruit kunnen trekken. Als je mag zeggen over die klimaatverandering. We zijn heel erg gericht geweest tot voor kort op mitigatie. Hè. Dat wil zeggen dat we proberen dus de broeikasgasemissie te verminderen. En hopen dat we daardoor erin slagen die temperatuurverhoging te verminderen. En de regenval en dergelijke ook enigszins te controleren. Maar steeds meer komen we tot de conclusie dat waarschijnlijk eigenlijk niet helemaal gaat lukken. Dus er wordt steeds meer gedaan aan adaptatie. Een adaptatie dat je dus je systemen instelt zodanig dat ze dus de robuustheid hebben en de veerkracht om dit soort veranderingen te boven te komen. En dat is dus bij onze rivieren, kennen we natuurlijk nu het programma van de levende rivieren. Ja, en de levende rivieren, dat houdt in dat je niet meer alleen hogere dijken maakt met de zeespiegelverrijzing, maar dat je dus het veel flexibeler maakt. Ik zeg altijd, je moet niet boksen, maar je moet judoën. Dus je moet meebewegen met het systeem. En als je dat doet, dan ben je dus veel minder kwetsbaar en dan win je. En dat is wat we dus net daar ook over gehad hebben. En dat betekent ook dat je daar rond Amsterdam, heb je dus ook wat nattere gebieden. Daar moet je ook op die manier moet je die dan gaan inrichten. En dat, ja. Dat wordt nog een hele kluif. Daar gaan we volgens mij nog heel vaak over doorpraten. Hoe kwam dat eigenlijk bij jullie in de Schoolse Duinen? Heb je veel effect gemerkt dus van inderdaad die regenbuien? Je zegt, het kan dus goed opgevangen worden. Ja, het kan goed opgevangen worden. We zien juist dat we hebben een aantal lage plekken waar het water blijft staan. En er zijn ook een aantal soorten die er heel erg goed van geprofiteerd worden hebben. Je hebt bijvoorbeeld de rugstreeppad. Ja. En die zit het liefst in ondiepe poelen. En die waren er genoeg. Ja, want in ondiepe poelen zitten geen predatoren. Daar kunnen geen vissen in overleven en dergelijke. Dus die zitten heel graag daar, maar... Met wel als consequentie dat ze wel heel snel volwassen moeten worden. Want ze moeten klaar zijn voordat die poel weer opgedroogd is. Ja. En we waren dit jaar met de World Cleanup Day bij zo'n pool waar we plastic korrels aan het rapen. En denk je, rugstreeppad. Dat iedereen, kijken. En even laten, nog eentje. En na een kwartier dacht je, we werken me door. Want anders, zijn we al klaar met het zat helemaal vol, dus dat is echt heel mooi. We zijn helaas bijna aan het einde van dit fijne gesprek. Maar ik wil nog naar de toekomst kijken. Want we hebben natuurlijk allemaal mooie systeemwerking gezien. We hebben gezien hoe, hoe je anders om kan gaan met de natuur. Ook in stedelijke gebieden, ook met de mens. Om de natuur te versterken. Maar we zagen ook die grafieken die dan wel in het begin heel mooi omhoog gingen, maar op een gegeven moment toch ook weer een beetje afvlakken. Of zelfs dalen. Hoe gaan we er nou voor zorgen dat de natuur in Nederland er beter uitkomt? Nou, ik denk dat je dat natuurnetwerk dus moet uitbreiden en op de wijze zoals net gesuggereerd. Nog 30 jaar door? Dan moeten we activeren. En daarnaast is het verschrikkelijk belangrijk dat wij ook op nationaal niveau keuzes maken. Dat we zeggen, we hebben een aantal goede landbouwkundige gebieden. En om de gedachte te bepalen, bijvoorbeeld grasland, hebben we 1,5 miljoen hectare. We kunnen met 500.000 ongeveer volstaan. En dan creëer je veel meer ruimte, wat overgangsgebieden zijn, waar we wat extensiveren kunnen en waar we dus meerdere functies kunnen vervullen. Dus we hebben veel minder ruimte eigenlijk nodig voor... Dus de hoogproductieve landbouw, op het moment dat je dat goed doet, met de beste ecologische methodes... Ja. Dan kunnen wij bijvoorbeeld de 15 miljard liter melk die we produceren, die kunnen we dan op 500.000 hectare produceren en niet op 1,2 miljoen hectare. Ja. Wat zijn voor jou de lessen voor de toekomst? Nou, ik denk aansluitend op wat Ruud zegt en wat jij ook zei, hè, dat je hebt een heel robuust systeem nodig. Dat is voor de natuur sowieso sterk. Wat is als judo in plaats van boksen? Hè? Ja, ja. Dus meebewegen. Nou. Als je kijkt naar de klimaatverandering bijvoorbeeld, dan is de noodzaak van een samenhangend robuust systeem des te groter. Wat gezegd werd over de Schoorlse Duinen en überhaupt de duinen meer het natuurlijke proces van stuiven, et cetera, de ruimte geven, betekent dat je het systeem sterker maakt. Dus een systeem met grote eenheden, wat goed onderling verbonden is, dat is voor de natuur wezenlijk. En als je het dan doortrekt naar de voordeur, dan is het voor de mensen ook nog eens een keer heel fijn om heel dichtbij te hebben. Nou, en dat kan gewoon. Mooi, Samuele. Ja, ik denk dat het heel belangrijk is dat we mensen ook blijven meenemen in de natuur. Ja. En laten zien waarom het zo bijzonder en belangrijk is en wat het voor jou kan betekenen. En dat is misschien niet altijd in geld meetbaar. En wat het, we toch altijd het is wel verrijkend voor mensen. Maar het is wel een verrijking. Ja. Het leuke is dat we vanavond 2 keer 2 kaarten weggeven. Voor mensen die mee mogen, niet met jou persoonlijk, maar wel met een van jouw collega's. Ja.
Met de paddenstoelenwandeling door de Schoolse duinen. Dus ga dat doen binnenkort. Wil je die kaarten winnen, dan kan je een mail sturen naar info@deZwijger.nl en doe dat dan onder vermelding van Groen Verbonden. De eerste twee die mailen krijgen dus zo'n setje van kaarten met een persoonlijke wandeling. Wanneer is dat? Dat moet wel snel. Dat moet wel snel, ja. Wanneer is het? Gaan we een vraag aan de regie, volgens mij over 2 weken. Op een zondag. Zondag 24 oktober staat het. Zondagochtend 24 oktober. Ja. En het staat erop. Want het is namelijk van 10:30 tot 12:00. Dus snel reageren inderdaad. Maar dat is leuk. En voor de mensen die te laat zijn of dit later zien, ga gewoon erheen. Er zijn zoveel mooie wandelingen bij jullie te boeken. We hebben ook een hele mooie wandeling die je ook zelf kan doen. Oh, dat is ook heel fijn. Ja, die een speciale paddenstoelenroute uitgezet. Kan je een boekje halen bij het buitencentrum. En dan zie je de mooiste paddenstoelen van dit jaar. Ja. Hartstikke leuk. Heel goed. Nico, we zijn aan het einde van de eerste aflevering van Groen Verbonden. Ja, ben je blij? Dat is natuurlijk de eerste vraag. Maar vooral, heb je het idee dat we juiste stappen gezet hebben om... Nou, kijk, om vooruit te kijken moet je het verleden kennen. Nou, we hebben flink wat verleden hier aan tafel. Dus dit is een hele mooie opening. En er zijn al wat punten meegegeven waarvoor we denken, ja, daar moeten we verder mee. En een doel is van deze serie is dat we in vervolguitzendingen wat meer inzoomen op hoe we, hoe we verschillende problemen, zoals verzilting en verdroging, maar ook we hebben heel veel natuurgebieden waarbij we het beheer niet echt op landschapsniveau inrichten en op processen, maar waarbij we een soort agrarisch beheer van 2 generaties nastreven. En dat is ook een behoorlijke oppervlakte. En dat wordt nog wel een enorme opgave, hoe we dat gaan organiseren, hoe we dat gaan doen. Ja. Dat wordt nog een grote. En ik denk dat dat middengebied, dat tussengebied, wat Rudy zo mooi en enthousiast beschreef tussen intensieve en hoogproductieve, dat heb ik geleerd vanavond. En echt de natuurnetwerk natuur, dus die 17%, en dat gebied daartussen, dat was heel erg groot. Dat is de afgelopen jaren behoorlijk ingekrompen. Dus de speelruimte voor weidevogels, bloemrijke slootkant, is kleiner geworden. Ja, heel erg de hoop is dat we dat weer wat herstellen. Dat we daar wat meer in kunnen gaan doen. En de leeuwerik komt dan weer terug. Ja, daar komt de leeuwerik. Maar daar liggen 2 grote opgaves. Ja. Nou, gelukkig gaan we hier nog meer over doorpraten. Want dit is namelijk de eerste aflevering van een nieuwe serie. Ik wil in ieder geval jullie vragen om een groot applaus hier voor de sprekers aan tafel. Namelijk Rudy Rabbingen, Samuel van Deutekom, Harry Boeschoten en Nico Jonker. Graag een groot applaus. Dit is meteen het bewijs dat er ook daadwerkelijk mensen zijn. Dat hebben jullie net al gemerkt hier in de zaal aanwezig zijn. We zijn weer met live publiek, dus kom de volgende keer ook naar de Zwijger toe om mee te praten over de toekomst van natuur in onze provincie, in ons land, in onze omgeving en hoe dat ook verbonden kan worden met steden. De volgende aflevering gaat over biodiversiteit onder druk. Dus hoe verbinden we onze natuur? We hebben een jaar geleden ook samenwerken met Noord-Holland vanuit Pakhuis een prachtig programma gemaakt over het ontsnipperen van natuurgebieden. Dat is eigenlijk hierop doorgaan. En hoe je dus inderdaad de infrastructuur niet de barrière kan laten zijn. Daar gaan we de resultaten van zien. Van wat gaat dat nou echt betekenen en hoe kunnen we hier inderdaad op doorpakken. Dus tip, ga daar kijken. Ook een hele interessante is, en dat valt dichter bij huis, ander soort van verbinding, de sprong over het ei. In de serie Amsterdamse Werken gaan we kijken naar hoe gaat die brug eruit zien op het moment dat we echt over het ei gaan en dat er een fietsbrug hier komt. Uiteraard, ook die is erg interessant. We hebben nog meer programma's, die komen nu in beeld. Waaronder morgen de presentatie ook in deze zaal van de Trouw Duurzame 100. Dus volgens mij mensen die vanavond misschien leuk hebben gevonden, genoeg prachtige programma's om te kijken en mee te doen. Al deze programma's zijn altijd gratis te kijken, gratis toegankelijk. Mocht je ons willen steunen, dan kan dat uiteraard niet verplicht. Dan kan je tegenwoordig ook lid worden. Via de QR-code kom je daar bij deze websites toe. En ergens in de komende tijd gaan we een groot evenement organiseren voor alle mensen die lid zijn geworden om te praten over onze programmering en wat we nog meer op het podium kunnen brengen. Mijn naam is Servas. Ik dank heel erg de mensen die hebben gekeken vanavond via AT5 en NH Nieuws. En natuurlijk de mensen die op Salto hebben gekeken. Wij gaan hier in Pakhuis nog even door en graag tot de volgende keer. Tot ziens. Dag. Ja.